ben Adi Hoefnagel van Hal. Ik ben een dochter van Adriaan van Hal. Hij was commandant op de Grebbesluis en hij is nog steeds niet gevonden. The Dutch knew the Germans were coming, so they started mobilizing. The 10th of May, 1940, Germany invaded the Netherlands. The Dutch army couldn't give much opposition, so they flooded the area between the Grebbeberg and the IJsselmeer to slow the Germans down. The Dutch were unadvanced and badly trained. The Dutch were with 2,500 soldiers against the Germans with 23,000 soldiers. A hopeless battle. But the Germans could only use a small part of their army at the same time. Even though the Germans had way more soldiers, the Dutch kept standing for 3 days. Sergeant Adriaan Everardus van Hal was responsible for the sluicings. On the 12th of May 1940, he went missing during a hand grenade attack around the Grebbe sluicings and is still considered missing in action to this day. But he had a family. Adi van Hal is his daughter. When Adriaan went to war, his wife was pregnant. Adi was born, but never knew her father, because her father never returned home. This was the last picture taken from Adriaan van Hal. This is the pussy album Adi got from her aunts and uncles. They all wrote a poem in it, which tells her that her father should soon return home. Het eerste wat ik je wensen moet, is dat je altijd je best goed doet. Ik was 1,5. En bidden tot onze lieve Heer om papa spoedig terugkeer. Want ach, hij moest eens weten hoe groot je nu al bent. En als hij je spoedig dan ziet, vergeet hij en ook wij Adi niet. We asked Adi how it was to grow up without her father. Ik denk dat ik misschien wel 5 vaders had. Want mijn moeder had 5 broers en zij ging dus terug naar haar ouders. Toen heb ik daar, ben ik daar geboren ook, in dat huis. En al die ooms van mij, die waren gewoon helemaal gek van dat kleine babytje wat daar was. Dus ik ben heel beschermd opgevoed. Ook door mijn moeder altijd een beetje beschermd. Ik weet dat ik een vader had. Ze heeft er altijd wat over gezegd. Ik heb zijn naam gekregen. Dat was voor haar natuurlijk. Hij heette Adriaan. En ik heet Adriana. Adi heet ik. Dus ik heb zijn naam gekregen. Ook zijn achternaam. Dus het heeft voor mij wel altijd geleefd. Maar ja, ik heb geleerd om daar toch goed mee om te gaan, denk ik dan. Mijn moeder heeft daar wel goed voor gezorgd. En die ooms die waren altijd heel bezorgd. De Grebbeberg is located near Rhenen. The battle has been fought there. De Grebbeberg was an obvious location for the Germans to invade the Netherlands. De Grebbelinie protected the rest of the Netherlands. There is a big cemetery located at the top of the Grebbeberg. You can also visit the information center next to the cemetery. Nog een hele geschiedenis. Die is er komen staan in 1967, omdat mijn moeder geprobeerd heeft om alsmaar een herinnering aan hem hier op de kerkhof te krijgen. Die is toen gezet en in 2006 hebben wij een brief gekregen van Defensie, of van de Oorlogsgravenstichting, dat die steen weg moest, want hij was versuikerd en er lagen geen menselijke resten onder, dus kon die steen wel weg. Nou, we zijn er toen tegen in opstand gekomen, want deze 3 mensen zijn er 3, de man, de Wal en Van Hal. Die 3 mensen hebben allemaal dat in memoriam. Zie je dat staan onderaan? Dus dat in memoriam. Dus dat zijn stenen waar geen mensen liggen. Maar die hebben wel hier op de Grebbeberg gestreden. En
Wij vinden dat de mensen dan zo'n steen zouden moeten blijven houden. En de straatbezetting vond het van niet. Uiteindelijk mogen ze 20 jaar blijven staan. Maar ja, wij willen graag dat ze natuurlijk het hele leven door blijven staan, zolang als het kan. Everything on the Gerberg was completely destroyed. The sluicing collapsed. The Gerberg Hotel where the soldiers stayed was destroyed as well. On the 11th of May, Sergeant Adriaan Everardus van Hal gave a few people from his regiment the task to dig a place to hide, close to the sluicings. The same day, the regiment got into the hiding place. The day after, the Germans arrived at the Gerberberg. Shortly after this, the Germans found them. The regiment tied a white cloth on a stick to show that they weren't dangerous. But the Germans didn't trust them and still threw a hand grenade at them. Half of the regiment didn't survive, including Adriaan Everardus van Hal. They tried to find him, but they are probably scattered into small pieces. We asked Adi if there should be more attention given to the Gerberberg. Ik vind sowieso dat er veel aandacht moet zijn voor de gebeurtenissen in 1940. Omdat we, ja, we hebben daar zoveel, dat is zoveel geleden in die tijd. En daar wordt eigenlijk een beetje weggemoffeld. Alsof het er niet mag zijn. Maar dat heeft misschien te maken met het feit dat de regering wel weet, ja, deze regering niet, maar van toen, dat ze wel weten dat er eigenlijk fouten gemaakt zijn in die tijd. Ze hadden dat anders moeten aanpakken. Dan waren er en niet zoveel mensen gesneuveld. En dan was het misschien wel helemaal geen oorlog geworden. Dan was Duitsland wel de baas geworden. Dan had Hitler wel de baas, was wel de baas geweest. En dan waren er waarschijnlijk wel jodenvervolgingen gekomen. Hè, want dat had toch, dat was ook in die andere landen wel gebeurd. Maar dan had in ieder geval de Gerberberg niet hoeven te gebeuren. En Rotterdam ook niet. Dat denk ik. En daarom vind ik wel dat het belangrijk is dat er aandacht aan besteed wordt. Omdat dat iets wat is wat, ja, wat niet meer mag gebeuren, eigenlijk. En hoe vind je dan dat er meer aandacht aan besteed moet worden? Nou, ik denk dat jullie op school, in de geschiedenisboekjes, dat er eigenlijk over de Gerberberg amper een zin staat. Er staat niet veel in de geschiedenisboekjes. En niet dat het in de boekjes per se moet staan, maar als de mensen die de geschiedenislessen geven er ook niet veel over weten, dan wordt het gewoon vergeten, terwijl het eigenlijk een ernstige zaak was. Dus het zou misschien in de geschiedenislessen wat meer besproken moet kunnen worden. The Battle of the Gerberberg is a difficult history for the Dutch, because the Dutch knew they would lose eventually. If they would have surrendered earlier, Rotterdam wouldn't be bombed, the Netherlands wouldn't have lost so many men, and maybe we wouldn't have participated in the Second World War. Adi lost her father due to this decision. Zong mijn moeder altijd als we aan het afwassen waren of zo. En we kennen dat allemaal uit ons hoofd. Maar ik kan niet zingen hoor.